Debuutromans hebben iets magisch, omdat ze suggereren dat er misschien wel een nieuwe ster aan het firmament van de literatuur kan worden toegevoegd. Op de achterflap staan vaak termen als verrassend, gedurfd, origineel en overtuigend. Allemaal termen om aan te geven dat je zo'n debuut moet lezen. In deze video bespreek ik debuutromans van de afgelopen 10 jaar die het publiek echt hebben weten te overtuigen. Een succesvolle debutant in de kunst is vaak iemand die vernieuwt. Of een kunstenaar van wie men denkt dat hij vernieuwend bezig is. Het beste zie je dit misschien nog wel in de muziek. Van Elvis Presley naar de Beastie Boys, van de Beatles naar Destiny's Child. Het zijn artiesten die letterlijk een nieuw geluid lieten horen. Al sinds de romantiek uit de 19e eeuw is een kunstenaar een scheppend individu die vooral origineel en eigen behoort te zijn. In de literatuur is het niet veel anders en elk jaar worden er tientallen werken van nieuwe schrijvers gepubliceerd door uitgeverijen die daarmee hopen op dat ene succes, die ene bestseller. En deze tactiek van uitgeverijen om meerdere debuutromans uit te geven en dan te hopen op dat ene succes wordt ook wel de schothagelmethode genoemd. Succesvolle Nederlandse debutanten uit het verleden zijn bijvoorbeeld Gerard Reven, Connie Palme en Arno Grunberg. En boeken als De Avonden, De Wetten en Blauwe Maandagen worden niet voor niets nog steeds gelezen. In deze video komt geen lijstje van de debuutromans die je gelezen moet hebben. Nee, dat zou te makkelijk zijn en dan kom je uit bij de geëikte titels. Daarom een lijstje van de 10 meest opvallende debuutromans van de afgelopen 10 jaar. Nog een opmerking vooraf, want sommige schrijvers beginnen met een verhalenbundel, maar die laat ik even buiten beschouwing. Dus ik richt me op de eerste novelle of roman van de hand van een schrijver. Op nummer 10, pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen. Wie niet van deze grappige bejaarde heeft gehoord, heeft de afgelopen jaren onder een steen geleefd. Het heeft even geduurd voordat bekend werd wie er achter dit pseudoniem schuilgaat, maar inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat dit een echt debuut is. Vol geschuifel, geroddel en geklaag van bejaarden. Op nummer 9, een streekroman. Een boek dat misschien niet eens voor iedereen is weggelegd, maar desondanks werd het een succes en is het inmiddels verfilmd. Ik heb het over Dorstoel vol confetti van Franca Treur, die met dit boek in de traditie staat van Nederlandse schrijvers als Maarten het Hart, Jan Siebelink en Jan Wolkers, over het geloof in een gezin. En duidelijk nieuw binnen deze traditie is de hoofdpersoon, een meisje van 14 jaar. Het grote verkoopsucces van Giet op de Beek barstte in Nederland pas los met Kom hier dat ik u kus uit 2014. Maar misschien is haar debuut, Vele hemels boven de zevende, dat een jaar eerder verscheen, wel beter. Een boek rond 5 personages in een familie vol strubbelingen. Volgens sommigen te zoetjes, te keurig, weinig vernieuwend. Maar gezien de verkoopaantallen schrijft Giet op de Beek duidelijk boeken waar behoefte aan is. Op nummer 7, Birk van Jaap Robbe, die al naam had gemaakt als dichter en kinderboekenschrijver voordat hij deze roman schreef. Een verhaal over de jonge Mikael, wonend op een verlaten eiland die zijn vader verliest en zijn relatie met zijn moeder ziet veranderen. Op nummer 6, een roman die waarschijnlijk een nieuwe ervaring biedt aan de lezer. In Muithond van Inge Schilpoort kruip je in de huid van de veroordeelde en vrijgelaten pedoseksueel Jonathan, wiens innerlijk conflict en strijd met demonen nauwgezet wordt beschreven tot aan een climax. Op nummer 5, Malva van Hager Peters. Al bekend als dichter, maar dit is haar eerste roman. Over de jonggestorven dochter Malva van Pablo Neruda, maar ook over de schrijfster zelf. Het boek is poëtisch, uiteraard, zou je zeggen. En Peters lijkt zichzelf geen grenzen te hebben opgelegd, want het surrealisme voert de boventoon in deze ode aan de verstoten kinderen in de wereld. Plaats nummer 4 is voor Peter Buwalda met Bonita Avenue. Een familieroman van ruim 500 pagina's vol spanning, waarbij de verhaallijn is opgebouwd als een goede thriller. Over het verval van een geniale wiskundige en judoka en over diens dochter die een lucratieve handel in de internetporno opzet. Op 3 staat een van de meest succesvolle coming-of-age verhalen van de afgelopen jaren. De belofte van Pisa van Mano Buzamur, de schrijver die vaak genoeg in de spiegel kijkt. Net als ik overigens. Een boek dat het logischerwijs ook goed doet onder jongeren. Over de Marokkaanse Sam in strijd met zijn culturele roots en beeldvorming. Van seks naar klassieke muziek, vol straattaal en humor. Op 2 staat het Vlaamse verkoopsucces uit 2016. Ik heb het natuurlijk over Lise Spit met Het Smelt. Een boek waarin alle elementen lijken te kloppen. Het is prettig opgebouwd, spannend, een tikkeltje apart en mysterieus. Geloofwaardige personages en een groot thema als wraak. En die ene nare scène, een gruwelijke seksuele vernedering die een atoombom van wreedheid vormt. En dan, plaats nummer 1 heb ik gereserveerd voor De Consequenties van Ninia Weijers. Over de conceptuele kunstenaar Minnie Panes die wil verdwijnen, maar daarvoor gezien wil worden. Een roman over levenskunstenaars,
opgebouwd uit verschillende stijlen, waaronder korte essays. Een tikje filosofisch met onverwachte wendingen. Goed, dat waren in mijn ogen de 10 meest opvallende debuutromans van de afgelopen 10 jaar. Neem alsjeblieft de volgorde niet te serieus, maar wat wel belangrijk is, is dat ik boeken heb gemist. Daarom nog 5 eervolle vermeldingen. Voor Joost de Vries met Clausewitz, Chris van Steenbergen, Woeste, Nina Polak met We zullen niet de pletten slaan, Brechtje Hofstede met De hemel boven Parijs en Roos van Rijswijk met Onheilig. Maar welke andere debuutromans heb ik nu gemist en hadden in deze lijst moeten staan? Laat me vooral weten in de reacties en wil je meer van dit soort video's zien, abonneer je dan op mijn kanaal.